President Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk hebben een werkbezoek afgelegd aan het district Para. De regeringstop legt bezoeken af aan de verschillende districten om zich te oriënteren op de stand van zaken op diverse beleidsgebieden. Para is hiermee het tweede gebied in de reeks van districten waar de regering bezoeken zal afleggen aan de verschillende bestuurregio's. Wij brengen u het volgende verslag. Wij vragen daarom, excellenties, om als volwaardige dat u ons als volwaardige ontwikkelingspartner erkent met een achtneming van onze cultuur en boedelstructuur. Wij zien daarom de districtsverordening, dus de erkenning van de plantagebesturen, gauw geregeld. Wij hebben altijd een goede en hechte samenwerking gehad met de DC. En natuurlijk ook haar werkarmen, de DS'en, de BO's. En DC Marlene Joden heeft reeds bij onze eerste kennismaking alle medewerking toegezegd. We zijn er zeer erkentelijk voor. Nou, een echte mama de in Para. Ze heeft ons, als een goede moeder, heeft ze onszelf ook huisvesting beloofd op het commissariaat. En daarvoor zijn we er enorm dankbaar. We weten dat vooral Para op dit moment ook geleden heeft aan de gevolgen van COVID-19. Als we vandaag aan de dag kijken naar onze districtskas, dan zien we dat we veel minder inkomsten hebben, omdat we minder toeristen hebben gehad in Suriname en Para. We hebben minder activiteiten gehad op het gebied van vermakelijkheid, dus vermakelijkheidsbelasting. Nog start is deze. We hebben veel minder inkomsten. Dus we vragen aandacht aan de regering voor de ondersteuning van onze bedrijven, vooral actief op het toerismegebied. En dan kijken we naar onze agrarische sector. Para leent zich voor verder versterking op het gebied van cassave, op het gebied van ananas en nog meer. Melkvee, naar alle de sandati, die mogelijk naar in het district die zie. En daartoe kijken naar de mogelijkheden om die agrarische sector in het district Para verder te versterken. En een van de mogelijkheden is alvast LVV die plaats te geven in Para, die LVV moet hebben, waardoor LVV in staat kan zijn om die ondersteuning te geven, vooral aan degenen die actief zijn in het agrarisch gebied of in de agrarische sector. Ik heb geloof in jullie. Mit napja om unu, mi aba bribi, tak wo jimi akrachti, wo jimi asteun, wo jimi apusu, omdat mi wanomang. Nanga unu, dat zeker a district ook kon tot ontwikkeling. Mi wan tegu tak, uroko de, en vooral de ondernemer, de mo belu nu aksu wansto u atin ombrong. Napu, wan afrouw dislo begi, en de mensen van me weten het. Ik loop begi, maar ik begi op een positieve manier. Ik begi op een fasie voor kan charwa ontwikkeling kom. Daarom, president op een motto etaki. Was sitting. Ja toch? Maar district commissaris Marlene Joden etaki. Para, we making. Als je ontwikkelers wil hebben, natuurlijk heb je manskracht nodig. Je hebt eenheid nodig om die ontwikkelers te brengen in Para. Maar je hebt ook geld nodig. Zonder financiën kan je geen enkele project realiseren. Dat moeten we wel begrijpen. En deze regering, we hebben niet aan toverstok. Als u hebt geluisterd, dan heeft u gehoord dat we hebben overgenomen een lege kast. Maar ja, je neemt een lege kas over, maar je niet blijven schreeuwen aan je lege kas. De regering moet gaan kijken, moet bronnen aanboren om financiën voor het land te genereren, om zodoende de districten, de projecten die we willen realiseren in de districten te doen. Dus, wanneer ik morgen ga zitten aan alle jurkassen, onoveel money, deze regering gaat nu die kanalen aanboren. We gaan internationaal contacten leggen om Suriname
om de staatskas weer in ieder geval voor mij hoe de boombakken te creëren, hoe zij bij machten om een aantal dingen te doen. En dat is wat we nodig hebben in het land. Respect voor elkaar. Ongeacht wie we zijn, ongeacht wat ons afkomst is, wat ons geloof is, wat ons cultuur is, una wasra namang. Dat na krakti sawabi, dat na bondru sawabi, en dat na ontwikkeling, zou we volgen in akkoordredisie. En dat na een basisgedachte voor een combinatie zou Mickey Baka 25 mei 2020 eenheid. Eenheid in bestuur, eenheid in beleid, eenheid in leiderschap. En dan een fundament dat we beginnen rokken. En die we beginnen rokken, het is precies toemoeng, zou we tieren en akkoorden. We regeren nu al 2 maanden. Dat if je een probleem hebt, dat je een probleem hebt, een crisis hebt, een oorlog hebt. En als je een bouwman hebt, een mooi en trang fundament hebt, dan tap je een oorlog voor je.